Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom alweer bij een gloednieuwe video van de serie Voetbalverhalen. Vandaag Voetbalverhalen nummer 10 en vandaag ga ik een reactie geven over een wedstrijd. Maar ja jongens, voordat we dat gaan doen, heb ik natuurlijk de intro, zoals gewoonlijk. We hebben bijna de 3025. 25, dat is niet veel natuurlijk. En ik hoop natuurlijk dat we die gaan bereiken. Gisteren waren, was het niet echt een top livestream, maar ja, weet je, dat heeft zo zijn redenen. Ik bedoel maar, uh, we kunnen het altijd beter doen en ik hoop natuurlijk dat het altijd beter gaat. Vandaag hoop ik ook dat het een leuke video gaat worden voor jullie, want ja, het moet gewoon sowieso altijd een leuke video worden. Vandaag is het reactievideo, dus vergeet zeker niet te liken, vergeet zeker niet te subscriben en vergeet zeker niet te abonneren. Er komen iedere dag weer video's aan en vandaag is sowieso de eerste. Morgen weer, die dag daarna weer. Jongens, er komen iedere dag video's aan. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal gaan genieten van deze video en ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal gaan genieten van alle livestreams die er in de komende tijd aangekomen. De competitie zit er bijna op, het kampioenschap is nou nog niet beslist, want Ajax en PSV staan gelijk. Dus wie weet hoe het gaat lopen. En daar is vandaag sowieso een mening over. Ik hoop dat jullie gaan genieten van de video jongens. En laten we maar snel doorgaan naar het verhaal. Naar mijn reactie jongens. Hier komt u dan, mijn reactie op Vitesse PSV. Ja jongens, Vitesse PSV gisteren. Wat een wedstrijd hè. Laten we maar beginnen. Laten we maar gewoon beginnen met de opkomst. Het, is, het stadion zat bommetje vol. 21.000 man. Het zat helemaal vol. Vitesse heeft natuurlijk heel veel stoeltjes bovenin weggehaald bij de, de hoofdtribune, althans aan de voorkant van het, van het stadion. Hebben ze heel veel stoeltjes weggehaald omdat het anders te veel werd, natuurlijk. En uh, ja, Vitesse deed het uh, prima, moet ik het eerlijk zeggen. Uh, ja, ze hebben gewoon heel veel uh, omzet gedraaid, natuurlijk. Uh, veel bier is daar gedronken en veel friet is daar gegeten. Dus de omzet is daar keurig geweest. De wedstrijd uh, daarentegen, laten we daar maar eens over beginnen. Ja, de wedstrijd begon natuurlijk een beetje zoals je altijd weet: een beetje heen en weer schokkerig. Overal denderend eroverheen. En de eerste minuut wil je natuurlijk altijd de beste van de wedstrijd zijn. En natuurlijk wil iedereen dat. Uiteindelijk begonnen we tien minuutjes te voetballen. Nou, na tien minuten nou, begon het een beetje meer te, te linken aan een doelpunt voor, uh, voor Vitesse. En uiteindelijk kwam dat Toulani Serrero in de dertiende minuut. Die kapt een speler uit en die schiet hem toch met links. Zo heerlijk onderzoek door. En ja, toen, we, toen begon het natuurlijk al. Toen werd het 1-0 voor Vitesse. Sindsdien is Vitesse ja, eroverheen gedend, natuurlijk. Uiteindelijk kregen er heel veel mensen gered kaart. Rosario kreeg geel. Uh, en uiteindelijk kwam er in de, hoe was de minuut? 41ste minuut, ja, jongens. Kwam Lozano 1-op-1 met pasfeer. Ja, uh, die gaat eroverheen Lozano. En dan was het een penalty. Het was geen penalty, want hij zocht hem echt persoonlijk puur op. Lozano zocht weer echt op. En ik vond het ook geen penalty. Uh, Mede omdat Lozano ook gewoon meeging met pasfeer. Uh, dus hij ging naar links en pas weer. Die, ja, die dook op die bal. Maar hij ging nog meer naar links. Zodat hij juist naar pas weer ging. En dan dook hij gewoon over pas weer heen. Zodat het een penalty zou worden. Dus ik vond het geen strafschop in ieder geval voor PSV. En uh, ja, weet je, De VAR Ja, die heeft er ook niet echt veel aan gedaan. Want ja, weet je, je moet wel ingrijpen, dat soort dingen. Je weet dat Lozano die penalty gaat zoeken. Maar hij heeft hem gewoon goed benut. En toen stond het 1-1, jongens. En ja, jongens, uiteindelijk na die 1-1 is het wat rustiger gebleven. En toen uit het niets, Martin Eudegaard. Die schiet hem toch fenomenaal binnen jongen. Oh 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 oh. Met een nukkeltje richting die linker bovenhoek. Het was echt een heerlijke goal. Edigaat die natuurlijk echt gewoon een schitterende speler is om naar te kijken. Een sierlijke voetballer is. Hij maakte de 2 in de 59 ste minuut. Ja, maar die jongen die is Ajax wilde voor 20 miljoen hebben. Ik denk dat hij 23 24 miljoen is. Hij komt over van Real Madrid natuurlijk is gehuurd uh, aan Vitesse is verhuurd aan Vitesse. En uh, ja, zo heb je nog meer spelers, maar in ieder geval Eudegaard is daar een van zijn groot talent. En uh, ik denk ook wel dat hij uh, bij Ajax zou passen, mede omdat hij gewoon met veel effect in zijn poot heeft, in zijn linkerbeen. Veel dodelijke assistjes kan, kan geven, veel zelf ook kan schieten, dus heel veel van zijn techniek kan hebben. En ja jongens, weet je, Martin Eudegaard is gewoon een hele lekkere speler om naar te kijken, gewoon puur om die techniek met links... En gewoon puur om die techniek wat hij heeft in, die, in dat linkerbeen van hem. Dat is gewoon heerlijk om natuurlijk te zien. Zo'n speler wil je meer in je team hebben. Zulke spelers wil je meer in je team hebben. En ja jongens, toen kreeg hij vier geven geel. En toen kwam de jong in de 70ste minuut, ik weet het nog goed. Dumfries er eroverheen met de dubbeldekken natuurlijk. Dumfries Lozano, zo noem ik ze altijd. En uh, ja, die denderde er dus overheen. Hij gaf die bal heerlijk strak voor, over de grond. En toen tikte de jongen binnen. En toen was de spanning terug. Uiteindelijk kwamen er nog meer gele kaarten. Karavayev kreeg geel. En um, in de 83ste minuut, ja jongens, dan uh, zie je het al aankomen. Komt die bal hoog via een hoekschop? Legt naar hem terug aan Matavs, kopt hem binnen. Ja, Matavs is een spits. Dus wat dat betreft is het altijd makkelijk voor een spits om die bal binnen te knikken. Het is zeker mooi voor Matavs dat hij weer scoort na zijn ramptreden. En ja jongens, weet je. Uiteindelijk verliep de wedstrijd een beetje dood. En uiteindelijk in de laatste minuut, 89 e minuut, van der Werf, Lozano sprintte door die verdediging. En hij kwam één op één met de keeper en van der Werf. Ja, die, die valt op Lozano. Uiteindelijk werd het een rooikaart voor Van der Werf en een penalty voor Lozano. En ja jongens, hij schoot de 3-3 binnen. En toen, ja weet je, toen was het klaar. Uiteindelijk kwam er nog één grote kans voor PSV om de wedstrijd dood te leggen. En dat was via Gakpo, Cody Gakpo. Die speelde ook een leuke invalbeurt hoor. Die, ja, die speelde echt een keurige invalbeurt. Cody Gakpo is echt een goede voetballer. En ik denk ook wel dat hij voor 40 miljoen uh, weggaat eigenlijk eens een keertje. Maakt niet uit welke club, maar hij moet gewoon doorbreken net als Don Jamale. Weet je, dat soort spelers, de Iatare, Donjemale, Gakpo, dat zijn gewoon grote spelers natuurlijk, jongens. En ja, jongens, het was gewoon een wedstrijd waarvan je dacht van, ja, we gaan nu echt kijken naar de potje voetbal. Het is niet van, oh, kunstgras, VV Feyenoord. Ik, uit mijn mening en wat iemand ervan vindt, dat interesseert me echt geen ene rug. Weet je wat het nou is, jongens? Ik ben een voetbalcommentator, ik mag zeggen wat ik wil. Ik weet wat ik moet doen, ik weet waar, waar ik het binnen de perken moet houden. En één ding is zeker, ik laat me door niemand meer afstoppen. Het maakt me niet uit of er nou een moderator is die het er niet mee eens is, of het nou dit is die het niet mee eens is. Het maakt me geen ene ruk uit, jongens. Ik blijf voetbalcommentator. Ik blijf doorstrijden met wat ik mee bezig ben. Voordat ik 1K had, had ik niemand in mijn bezit. Dus weet je, ik laat het ook nog niemand overnemen. Ik ben de baas klaar, punt uit. Niemand hoeft er wat over te zeggen. En ja jongens, natuurlijk. De wedstrijd zelf. Ja, wat ik van de wedstrijd vond. Ik vond het een leuke wedstrijd. Ik vond het een, een prima potje. Een prima potje voetbal natuurlijk. Want ja, weet je, 6 doelpunten. Dat is leuk. is heerlijk. Want ja, je ziet dat niet meer vaak in een wedstrijd. 3-3 bij PSV Vitesse. Linsen over het algemeen, Buitink, weet je, Caravaij of Beren speelde helemaal lekker. Serreus speelde top. Uh, ja, uh, Gooide route in het eten voor, A voor uh, PSV natuurlijk om het kampioenschap. Uiteindelijk kreeg PSV nog wel een penalty. Dat was die laatste wat ik al zei net. Dat was de 3-3. En ja, jongens, weet je, na die 3-3 is het uiteindelijk niet meer zo goed verlopen. Weet je, die 3-3 was mooi. Het was een prima wedstrijd. Ik heb er natuurlijk zeker van genoten. En uh, ja, 3-3, meer kon het natuurlijk niet, jongens. En ja jongens, hebben jullie genoten van deze video? Druk dan zeker even op het blauw duimpje omhoog. Hier linksbovenin kan je abonneren. Hier rechtsbovenin kan je de laatste video zien. Dus mijn recente video. Vergeet dat zeker niet te doen. Voor deze keer ik ciao. Amigos, later. En I'm out. Peace. You know.